Wat was er bijzonder in dit carnavalsjaar? 1984. Wij, Albert Vrielink en Gerrit Nijhuis, als prins en adjudant, waren zeer vereerd om carnavalsvereniging Nettelkeunkes in 1984 voor te gaan. Met prins Albert, meester van het Groeneveld en adjudant Gerrit, vlaggenzwaaier van de DSVD Boys, zijn wij als sportief duo het carnaval ingerold. Vele hoogtepunten kwamen naar voren, van opkomst tot aan het aftreden. Het was een geweldig jaar. Wat te denken van het optreden van Harmoed Riessen tijdens de gala met zijn lied blote benen stoet met jam. Blote benen stoet met jam. Hij kreeg de hele zaal op de kop. Ook het optreden van Lewin Vrielink met zijn gevolg op de Rozemontag als vrouwelijke prinses hoort tot een van de hoogtepunten. Een en ander als ludieke actie, omdat de Lewin niet de prinses van Albert I mocht zijn. Dus aan voortschrijdend inzicht ook toen al geen gebrek. Tot slot, heel veel dank dat wij dit voor de gemeenschap van Deurningen, Gammelke en Haslo hebben mogen doen. Albert en Gerrit als prins en adjudant, alaaf.